We zijn vandaag op stap met de mannen van Heavy Whipped Cream. Zo, het is schoon weer vandaag. 7 uur 's ochtends. Hoe gaat het werk aan de nieuwe EP? Ja, weet je, het gaat ups en downs. Sommige dagen zijn productief. Andere dagen doen we wat minder, maar uiteindelijk heb je die dagen ook nodig. Weet je, want als je in een dal zit, moet je ook op een gegeven moment gewoon de berg weer op. En wat verwacht je vandaag? Piek of een dal? Lijkt erop dat we naar een piek toe gaan. Mooi. Waar gaat het over, Ryan? Niks. Het leven gaat over niks, Thomas. Dus generatie niks had gewoon gelijk. Het gaat over niks. Hey Kevin. We zijn vandaag in de culinaire snackbar Qualitaria, waar de Utrechtse band Heavy Whipped Cream zijn beste ideeën krijgt. De band legt momenteel de hand aan verschillende nieuwe songs. Heavy Whipped Cream, dat zoiets betekent als zwaar geklopte room, is niet zomaar een ordinaire popgroep. Integendeel. Dit viertal werd vanwege hun gewiekste songwriting en opzwepende live performance alleen eens de Picasso van de popmuziek, maal 4, genoemd. Waar ze het vandaan halen? Naar verluid stimuleert het burgermenu van Qualitaria de geest. En deze week krijg je er een gratis salade bij ook. Qualitaria, voor iedereen. Hey jongens, hey. Waar zitten jullie mee? Wat is de issue? We komen nummers tekort voor onze akoestische kick. Ah. En hoeveel moeten jullie hebben? 40 minuten. En jullie hebben er hoeveel? 5 minuten max. Mm-hmm. Spannend? Spannend, hè. 1 nummertje al. Zo, Pim. Ik tref jou tijdens het naaien, of? Klopt, ik was net even bezig mijn nieuwe broek in elkaar te flansen. Mooi stofje wel. Ja. Yes. Wat voor model broek wordt het? Ja, zo'n high-waister, denk ik. Hoe hoog? Ah, dat is... Ja. En waarom niet? Ja, je moet altijd voor de mode uitlopen, hè? Ja. Als jij gitaar speelt, hè? Mm-hmm. Wat kanaliseer je dan? Wat voor invloeden komen er naar boven als jij speelt? Ja, ik probeer eigenlijk altijd Jimi Hendrix te channelen. Uh-huh. En Mark Ronson. Mark Ronson? Ja. Oh ja? Ja. Hoor je het niet? Ja, ik wel. Kijk, de kenner natuurlijk. Misschien de kijkertjes misschien niet. Ja. Wie is Mark Ronson? Kan je even kort... Wie is hij niet, weet je wel? Hij is eigenlijk iedereen... Nice. Wat vind je van John Mayer? Oh, wel nice man. Hij legt wel lekker lijntjes neer. Hij heeft wel goede sound. Hij is wel lekker pop. Dat proberen we natuurlijk ook weer te zijn. Dus dat is wel echt fijn.
Nice. En de popband Heavy Whipped Cream, hè? Is, zo beschreef een journalist. Die, de band ooit. Ze schrijven altijd, ze beginnen altijd met hoofdletters. Pop. P-O-P. En dan komt de rest. Hmm. Ja. Nice. Verkeerd. Twee goede letters, weet je, toch? Twee? Ja, P en O. En de P. Ja, dezelfde letter. Ja, zonder. Specifiek reptiel of gewoon algemeen? Ja, in het algemeen denk ik wel. Chameleonnen vind ik wel leuk. Nice. Ik kan me ook wel vinden in het zijn van een chameleon. Dat je echt per sfeer verandert, erop aanpast. Ook iets nieuws, iets funkies maar doet met die stijl. Nee, ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. Nice. En eet je ook wel eens vliegen dan? En als je drumt, ja. Wat voel je dan? Ik denk dat het juiste woord hier vibe is. Mm-hmm. Ja. En ik bedoel, vibe is gewoon een breed interpreteerbaar begrip. Ja, het is meer vibes, maar als je een beetje wel dat gevoel wat je krijgt als je je achternoot knalt op de hi-hat. Oh, dat is de vibe. Dat is nice. Ja, elke nieuw. Achternoot, is dat inderdaad jouw... Dat is mijn stilo. Waarom achtste? Ja, want dat, weet je, 16 is te veel, 4 is te weinig. Daar zit wel in, ja. Absoluut, man.